Zij hadden deze campagne al ten uitvoering gebracht in Engeland en in België. In Engeland is dat een succes gebleken. Daar hebben ze een drietal vermissingszaken weten op te lossen naar aanleiding van deze campagne. Dus het plan stond er. Daar hebben ze ons mee weten te overtuigen. En zodoende zijn we tot de samenwerking gekomen. Nou, ik vind het een heel goed idee, want we zijn zichtbaar in het verkeer. Veel mensen zien ons. Dus laten we hopen dat er misschien een resultaat uit volgt. Is jullie verteld wat jullie moeten doen als bijvoorbeeld iemand jou aanhoudt en zegt, hé, ik heb deze man gezien? Ja, er staat een telefoonnummer op de poster van de politie. Dus dan zal ik ze vertellen dat ze de politie direct moeten inlichten. We hebben dit eigenlijk gedaan omdat we in Engeland hebben gezien. Hebben we een soortgelijke actie gedaan. En daar was het eigenlijk een heel groot succes. In Engeland is het sowieso wat normaler om dit soort vermissingszaken onder de aandacht te brengen. In Nederland gebeurde dat wat minder. En wij dachten, vanwege het succes in Engeland, waarom zouden we dat niet nou ook naar Nederland brengen? Want we zijn hier ook heel erg zichtbaar. Ook in Amsterdam, maar ook in alle steden eigenlijk. Nou, we hopen natuurlijk dat er een hele goede tip binnenkomt voor alle vijf de zaken. Waarmee we kunnen zeggen van oké, hiermee kunnen we de zaak oplossen. En in zijn algemeenheid is het doel dat we aandacht vragen voor vermissingen. Deze vijf worden nu uitgelicht, maar er zijn nog veel meer mensen vermist.